Ja, dat begon eind jaren 60. Het was de opa van Patrick Vonk, opa Mulder, die de kermis wilde gaan neerzetten in en om Cultura. Dat was in, dacht ik, in 1968. En om de vergunning snel rond te krijgen, deed hij dat via de sportvereniging AVV. Hij doneerde daar aan AVV destijds een bedrag van 1000 gulden. Jarenlang heeft daar de kermis gestaan, tot 2008. Toen heeft het een aantal jaren, is er geen kermis op Andijk geweest. En daar haakte de helaas overleden Koos Groot op in met een item: geen kermis, en dan wel met een Z. En uiteindelijk vroeg 2 jaar terug Patrick Vonk een vergunning aan, samen met uitbater van de klamp Nico Hoijveld bij de gemeente Medemblik, om op het terrein van Sporthal de Klamp daar een kermis te organiseren. Nou, vorig jaar waren ze daar redelijk tevreden over. Zo mee komen ze dit jaar weer 3 dagen lang, en wel op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 september naar Andijk. En de Andijker heeft daar ook een steentje aan bijgedragen om in die krant onder andere kortingsbonnen te zetten, leuke foto's van vorig jaar en voor de kinderen een tekenwedstrijd. Bij de tekenwedstrijd is het zo dat kinderen een tekening moeten inleveren, dan moeten ze wel een munt kopen en dan krijgen ze een extra munt van Vonk gratis. En dat gaat aardig. Ik ben er vanmiddag ben ik er geweest en ik trof daar de vader van Patrick, vader en moeder trof ik daar aan. Die wonen momenteel in België en zijn voor een dag of 3 naar Andijk gekomen. Leuk gesprek gehad met die mensen. En nu maar afwachten of de kinderen ook willen komen. Nou.